Goedemiddag allemaal. Ik zit hier op de grond, want hier staat onze stroompal op deze camping. Dus daar hebben we heel veel tijd doorgebracht. Nee, dat valt best mee. Maar het is wel fijn om even stroom te hebben, want op de vorige camping hadden we geen stroom. Dus alles was leeg, dus alles moest opgeladen worden, want anders kunnen we niet navigeren. En we hebben wel een kaart mee, maar toch is navigatie veel handiger. We zijn dus nou nog steeds in Port Fairy, maar we gaan nu weer weg. We zijn hier gewoon een beetje rondgereden. We zijn dan naar dat eiland geweest, maar verder is dit gewoon heel klein. Wel super schattig. Maar we gaan dus nu in ieder geval verder. Ik word heel raar aangekeken. We hebben verder geen campings meer geboekt. Dus we gaan richting Port Camel rijden. En we moeten maar kijken of daar nog campings vrij zijn. Of ergens anders in die buurt. We hebben een paar dingen die we dan nog willen zien langs de weg. Maar we hebben verder geen campings geboekt. Omdat we niet weten hoe lang we overal willen blijven. Dus we kunnen het gewoon rustig aandoen. We gaan dus in ieder geval nou rijden richting Port Camel. Zo'n 2 uurtjes. Of een uurtje. 2 uur dacht ik. Ik weet het niet zeker. Maar richting daar gaan we nou in ieder geval rijden. En dan zien we wel waar we verder heen gaan. Oké, we hebben besloten om naar Hopkins Falls te gaan en dat is vanaf hier nog een kwartiertje rijden. Dus we hoeven niet 2 uur te rijden, we hoeven maar een kwartiertje te rijden. En we hebben net boodschap gedaan. Dat is je telefoon. En daarna moeten we nog steeds kijken waar we heen gaan, want we hebben nog steeds geen camping. En geen plannen. Dus lijkt op. We zijn intussen aangekomen bij de Great Ocean Road en ik denk dat we zo ongeveer doorrijden tot de 12 Apostles. En dat we dan ergens misschien gaan kijken voor een camping, maar dat weten we nog niet zeker. We zijn in ieder geval op de Great Ocean Road en we gaan in ieder geval hier eerst rondkijken. Een plan. We gaan zo eerst naar Love Art George. Dan rijden we door naar Princetown. Daar gaan we op een camping staan. Als we geluk hebben, als er een vrij is. En daarna gaan we s'avonds naar de 12 Apostels. Want dan gaat dus de zon onder en dan schijnt het mooi te zijn. Dus dat is het plan. Dus we slapen in Princetown vannacht. En we zitten nu al een half uur te wachten op het tankstation. Dus we gaan er alleen heen als we hier kunnen tanken. Als we ooit nog aan de beurt komen. Want anders komen we helemaal niet aan. Daar moest je in. Daar? Ja. Waarom zetten ze dan niet? Maatje! Pas op, pas op, pas op. Nu dacht je hetzelfde rondje. Waarom zetten ze dan niet neer? Exit, parkeerplaats. Ga dat dan filmen dat je geparkeerd hebt. Dat is leuk voor een filmpje. Dat is een heel duidelijke pijl. Ja, maar het staat er ook die kant op. En wat hebben we? Vandaag staat op het menu pasta. Penne met tomatensaus à la vegetariër. Vind je heel bijzonder of niet? Voor de gezonde touch wat extra paprika. En mais. Oh, mais. We zijn ondertussen... Ik zit hier op die stoel. We zijn ondertussen op de camping. En het duurde even, want we waren naar de camping. Kwamen we hier aan, moesten we $20 betalen. Maar wij hadden geen $20. We hadden $18,50. moesten we naar de dichtstbijzijnde pub rijden om geld te pinnen. Kwamen we bij die pub, moest je per se iets halen voordat je geld kon pinnen. Maar we konden sowieso geen drank en zo halen, want we willen vanavond nog weg. Dus we hebben uiteindelijk 2 muffins gehaald voor $11. 2 muffins voor $11, zodat we $20 konden pinnen. Maar nu hebben we wel 2 muffins. Maar nu gaan we in ieder geval eten. Ja, dat is grappig. En ik heb een camera in het zand laten vallen, dus ik zie nu dat dit dingetje niet meer helemaal open gaat. Maar goed, zo'n klunt ben ik. Ik dacht dat hij vast zat aan mijn arm. We gaan dus nou eten en daarna gaan we naar de 12 Apostels. Morgen is het nog. Morgen, ja. We zijn ondertussen alweer in de auto geweest. We zijn al van de camping af. Veel later dan we wouden, want het is ondertussen 12:30. Maar de buren vroegen aan Claudia of we ontbijt wouden, of we met hun wouden ontbijten. Dus Claudia had gezegd, ja prima. En toen duurde het een uur voordat hij klaar was met het maken. En we konden het niet maken om opeens nog te zeggen van, hé, wij gaan er toch vandoor, adieu. Dus we hebben met ons ontbeten. Het was wel super lekker, het beste ontbijt tot nu toe. Want de afgelopen dagen was ons ontbijt brood met Nutella. En nu zijn we dus net een kwartier door het bos gereden. Op een weg wat niet voor onze auto gemaakt was. Maar we zijn bij de Gambles en dat is een uitkijkpunt. Je kan het niet lezen, maar hier is Princetown. Daar stonden we op de camping en nu zijn we hier. We gaan nou hier kijken en dan gaan we door naar de watervallen. Na een tijdje zoeken hebben we eindelijk nog niet de waterval gevonden, maar in ieder geval wel de plek waar we moeten zijn voor de waterval. Super stom, maar met ons domme hoofd volgden wij gewoon alle mensen en alle andere auto's. En toen kwamen we dus bij een ander soort, ja, dat je door de bomen kan klimmen. Uiteindelijk kwamen we daar uit. Daar was het super druk. Dus zonder na te denken zijn we helemaal het pad naar beneden gelopen, wat ook al best ver is. En toen kwamen we er dus achter dat we fout waren. Nu zijn we een stukje verder gereden en nu zijn we dus in het regenwoud. En het is nu al super mooi, maar we moeten nou 2,5 kilometer lopen. En dan zijn we bij een van de watervallen. Er zijn er hier 2, maar het is echt super mooi in ieder geval. Hoi Claudia. Op camera lijkt het echt donkergroen, maar het is gewoon felgroen in het echt. Maar het is echt mooi. Bij de waterval. Dit is dus de eerste waterval waar we naartoe wouden. Je kan alleen het bekijken vanaf zo'n uitkijkpunt. Wat ik op zich snap, zodat niet alle mensen erin gaan en erbij staan. Maar het is wel een beetje jammer. Deze is in ieder geval wel heel erg mooi. Ja. Het is ondertussen 2:15 en we zijn bij de volgende waterval. En het is nog steeds super mooi, maar ik heb niks gefilmd onderweg. Want Claudia en ik hebben lekker zitten zeuren. Want het was echt warm en zwaar. En je moet echt een of andere fit girl zijn om dit te kunnen doen. En dat... Oh. Dus sorry, maar ik heb het heel warm. Dus waarschijnlijk zie je dat heel goed. Maar dan moet je het maar mee doen. Ik ben half dood aan het gaan. Dat is nog veel meer hier voor jullie. Dus we zijn nu bij de volgende waterval. En het is still pretty. Maar je kan het nog niet zien, dus we gaan hier naar beneden lopen. Hier lopen opeens ook andere toeristen. Iedereen doet deze route en niemand doet die andere. Wij zijn gewoon 2 gekkies. Of deze mensen kiezen gewoon allemaal voor het makkelijke weg in het leven. Ondertussen valt Claudia bijna van de berg af. Nou, ik zo ook. Dus we gaan nu naar beneden.